Gemeente, afgelopen week mocht ik uw predikant ontmoeten bij de verplichte nascholing. En we pakten het woord er eens bij. Ik vroeg een broeder, waar ben je in de gemeente met de schriftlezing? En hij zei, we volgen het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Toen leek het ons goed om u daarmee te dienen, om die lijn door te trekken. En ook vanmorgen in het Matthäus-evangelie, wellicht de volgorde wat anders, maar ook daar met elkaar te gaan kijken, te gaan lezen. En vanmorgen is dat Matthäus 17, de eerste 8 versen. En jongens en meisjes, jullie hebben allemaal weer een mooi boekje gekregen. Het ziet er weer keurig uit. Maar deze domen heeft één foutje gemaakt. En dat is niet erg, maar die ga jij rechtzetten. Je ziet op de eerste bladzijde, ergens halverwege, de vraag: met welke twee discipelen is de Heer Jezus op de berg? Ik zou zeggen, zet maar een streepje of zet het tussen puntjes, hè, dat woordje twee. En maak daar maar van drie. Want het is nog rijker, het is nog mooier. De Heer Jezus is zelfs met drie van zijn kameraden, met drie van zijn discipelen op de berg. Gemeente, laten we gaan lezen. Het woord van de Heer, Matthäus 17, vanaf vers 1. Het klinkt als volgt. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op. En wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dit is het woord van God. Als u een thema boven de woordverkondiging wil hebben, zou ik zeggen, pak dan die laatste 2 woorden van onze schriftlezing. Jezus alleen. Geliefde gemeente, ziet u er tegenop? Of zie jij er juist naar uit? Waar heeft u het over? Nou, de tijd die voor ons ligt. Ik denk dat de klok binnenkort wel wordt verzet. De lente zie ik in de knoppen van de bomen. Volgende week dan nog belijdenis, daarna Pasen. Een toekomst voor ons. Kijk, voor de een is dat een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor de ander is dat een verlenging van een lijdensweg. Wat ziet u voor u in gedachten als u de komende periode eens in gedachten doorneemt? Wat zie je voor je als je nadenkt over de komende weken, maanden? Dat is een lastige vraag hoor. Er is zoveel te zien, zelfs zoveel dat wij door de bomen het bos niet meer zien. Wat staat er alweer veel op de rol voor de komende week, de komende maand? Wat hebben we veel afspraken en plannen voor de komende periode? Het is bijna ondoenlijk om te vertellen wat je allemaal voor je ziet als je de komende weken bekijkt. Jongens en meisjes, we hebben gelukkig een hulpmiddel. En dat ken jij beter dan de ouderen misschien wel. Weet je wat ons daarbij kan helpen? Een spelletje kennen we allemaal wel. Ik zie wat jij dit ziet en de kleur is. Moet je vandaag maar eens doen. Kijk, jouw tante gaat bijvoorbeeld over een paar weken trouwen. Dan kun je zeggen, ik zie wat jij dit ziet en de kleur is wit. Het wit van de trouwjurk. Of je zegt, ik zie wat jij dit ziet en de kleur is goud. Want over een paar maanden hopen opa en oma hun trouwjubileum te vieren. Ze hopen 50 jaar getrouwd te zijn. Dat is goud. Ik zie wat jij ziet en de kleur is groen. Ik zie er naar uit straks weer lekker voetballen, korfballen op het groene gras. Iedere week trainen in het licht. Ik zie wat jij ziet en de kleur is geel. Het geel van de zon. Misschien kom je er net vandaan, maar anders een verre bestemming.
Ik zie wat jij dit ziet en de kleur is zwart. Het zwart van mijn eigen rouwkaart. Ik voel het aan mijn botten. Het zal niet lang meer duren. Mijn krachten nemen af. Jongens en meisjes, het is een eenvoudig spelletje. Je hebt er niets voor nodig. Gezellig om vandaag eens met elkaar te gaan doen. Wat zijn onze verwachtingen voor de komende periode? Ik zie wat jij niet ziet. Gemeente, we gaan de vraag ook maar stellen, die drie mannen in Matteüs 17. Hé, Petrus, Jacobus, Johannes, wat zien jullie allemaal? Het antwoord is niet uitgebreid. Het zijn maar twee woorden. Ze zien niet zoveel. Of moet ik zeggen, ze zien heel veel. De laatste twee woorden in vers 8. Jezus alleen. Zij zien niemand dan Jezus alleen. Nou, deze twee woorden staan vanmorgen boven de woordverkondiging. Jezus alleen. En we gaan drie keer dezelfde vraag stellen. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is? Nou, deze drie antwoorden, de drie kleuren in Matteüs 17, die verwijzen alle drie naar Christus. En ons gebed is dat deze drie kleuren ook bepalend zullen zijn voor de periode die voor ons ligt. De eerste vraag. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is wit. Ziet u het antwoord? We moeten maar kijken in vers 2. Ik hoop dat jij het Bijbeltje ook op schoot hebt liggen en dan zie je het antwoord. Vers 2. Wit. Het gezicht van de Heer Jezus dat straalt als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Nou, wit is de eerste kleur, kunnen we niet omheen. De Heer Jezus heeft Jacobus, Petrus en Johannes meegenomen naar een hoge berg. Welke berg zijn de meningen over verdeeld? Sommigen denken aan de berg Tabor. Anderen noemen Hermon als mogelijke locatie. Kijk, de schrift vertelt ons niet meer, en we moeten denk ik dicht bij het woord blijven, dan dat het een berg is, een hoge berg. Waarom gaat de Heer Jezus met zijn drie discipelen die hoge berg op? Nou, waarschijnlijk om zich af te zonderen. Dat lijkt logisch. Kijk, in het Lucas-evangelie staat deze geschiedenis ook opgetekend. En daar staat expliciet vermeld dat de Heer Jezus de berg opgaat om te bidden. Laat dat vanmorgen een aansporing zijn voor ons allen hier. En thuis meekijkend. Dagelijks de berg opgaan. De binnenkamer of je slaapkamer ingaan. Om je af te zonderen. Om helemaal alleen met Jezus te zijn. Om te knielen als dat kan met uw lichaam. Voor zijn aangezicht. Geen afleiding, geen prikkels, afzondering. Jongens en meisjes, niet overslaan. Daar komt de klat erin. Moet niet doen. Vergeet het niet. Een christen kan niet zonder gebed. Dat ga je niet redden. Volg dit voorbeeld van jouw meester met volharding. Nee, we horen niet wat de Heer Jezus bidt, helaas. We weten ook niet of die andere drie mannen daar mee bidden, of dat ze op een afstandje staan te kijken. Lucas vermeldt dat de discipelen door slaap, zou het niet, overmand worden. Oh, dan zou het wel midden in de nacht zijn. Is het dan donker op en rondom de berg? Nou, de kleuren die de mannen zien is in ieder geval helder, dat is wit. Het gezicht van de Heer Jezus straalt als de zon, zijn kleren zijn wit als het licht. Jongens en meisjes, ik vroeg me af, wat zien de discipelen hier dan? De Heer Jezus wordt hen zo voor de ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalt als de zon, Jezus de zon der gerechtigheid, zoals Maleachi al profeteerde. Het gezicht van de Heer Jezus straalt als de zon. Zo helder, zo krachtig, zo schitterend. Jezus, het licht der wereld. Zijn kleren zijn wit als licht. Je kunt het amper natekenen. Je moet straks maar zo'n mama vragen of een papa om de kinderbijbel thuis er eens bij te pakken. En ga nou eens kijken hoe ze vers 2 geprobeerd hebben in beeld te brengen. Zou het een witte bladzijde zijn? Zonnestralen? Nou, de drie leerlingen zien het in ieder geval voor hun ogen gebeuren. Hun meester, hè, zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren zijn wit als het licht. Die oude Simeon zong er toch ook al over? Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Gemeente, gebeurt dat vandaag de dag nog steeds?
dat mensen zo geconfronteerd worden met het licht van de Heer Jezus, met het licht der wereld zelf. Met die witte kleur gebeurt dat vandaag nog steeds. En nou en of. Nou en of, 100%. Met name moslims. Ze hebben in een droom een soortgelijke ervaring als deze drie discipelen. Ik hoorde van een jonge moslim, 16 jaar, ongeveer jouw leeftijd. Hij zag in een droom een gesloten deur. Er werd aan die deur geklopt. En onder die deur zag hij een groot licht. Toen hij de deur opende, zag hij een man gekleed met een wit gewaad, met een uitgestoken hand. Een inmiddels, tweede voorbeeld hoor, ex-moslim extremist. Die zag in een droom in het Arabisch de naam Jezus staan. Hij zag een licht en hij hoorde een stem uit de hemel. Ik ben de God die jou heeft geschapen en roep jou op om te dienen en het evangelie rijk te gaan verkondigen. Inmiddels trekt deze ex-moslim als evangelist door het islamitische noorden van Nigeria om het evangelie van Christus rijk te verspreiden. Twee voorbeelden die waarschijnlijk iets verder bij jou vandaan en bij u vandaan staan. Maar ook dichter bij huis zijn er voorbeelden van mensen die een vergelijkbare ervaring hebben zoals deze drie discipelen op de Hoge Berg. Een dertiger, jouw leeftijd, zat op een zondag in een kerk vergelijkbaar met een kerk als deze. Tijdens de woordverkondiging werd hij zo in beslag genomen dat alles om hem heen als het ware wegviel. Ik zag, zo vertelde hij enthousiast, alleen nog maar een wit licht. Het leek wel of de Heer Jezus zelf op de preekstoel stond. Ik zag niets anders dan een groot licht. Iedere woord kwam binnen. Het stralende licht kwam regelrecht in mijn hart. Het was een machtige ervaring. Ik vond het zo jammer dat de dominee amen zei. Het had voor mij nog veel langer mogen duren. Ken je dat? Nou, zo'n soort ervaring hebben die drie mannen hier. Petrus zegt niet voor niets in vers 4. Heren, het is goed dat wij hier zijn. Hij heeft groot gelijk. Gemeente, het is toch altijd goed om in de nabijheid van de Heren te verblijven. Om in het licht te leven. Om bestraald te worden door het licht der wereld. Laat dat een tweede aansporing zijn vanmorgen. Uw en jouw plaats zondagsmorgens en 's middags innemen. Jouw plekje, uw plekje kan hier niet leeg blijven. Dat kan niet onbemand blijven. Kom iedere zondag naar Gods huis, naar zijn werkplaats. Want hier wordt iedere ochtend en iedere middag Christus zo voor de ogen geschilderd. Hier wil de Heer met zijn Heilige Geest krachtig werken. Opdat wij zicht krijgen op het licht dat schijnt in onze duisternis. Net als die drie mannen. Zijn waar Jezus is. Kijk, als het woord hier zondags geopend wordt, nogmaals, kun jij niet gemist worden. Kijk, en als de gezondheid het niet toelaat, is dat een fantastisch middel dat u op dit moment meekijkt. Maar als de gezondheid het toelaat, kom dan. Nou, op de Hoge Berg gebeurt nog veel meer. Op het moment dat Jezus van gedaante verandert, verschijnen daar pardoes twee mannen. Mozes en Elia. Ze gaan meteen met de Heer Jezus in gesprek. Nee, dat zijn niet de eerste, de beste. Mozes is het voorbeeld van de Messias. En Elia is de voorloper van de Messias. Dus beide hebben in het verleden een ongewoon heengaan uit deze wereld gehad. Twee boegbeelden kunnen we zeggen uit het Oude Testament. Petrus die herkent beide mannen meteen. Zegt dit iets over herkenning in de hemel? Zeg ik met een vraagteken en een uitroepteken. Petrus herkende beide mannen. Duizenden jaren eerder leefden ze. Hij herkende ze meteen. Hij noemt ze bij hun naam. Laten wij, als u het wilt, hier drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één, voor Elia één. Wat gebeurt hier allemaal, gemeente? Het begon allemaal met het stralende licht van de Heer Jezus. De zon der gerechtigheid, die witte kleren. De kleuren wit. Daar begon het mee. Maar daar is nog veel meer. Dit is nog maar het begin.
Moet u kijken wat er nog meer gebeurt. Tijd voor die tweede vraag. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is... Ja, dat is zo moeilijk, hè? Welke kleur heeft een wolk? Wolk. Komt u daar nou bij? Nou, ik zit even met mijn vinger bij vers 5. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. De mannen worden overschaduwd. Nee, het is geen donkere regenwolk, het is geen zwarte lucht, maar het is een lichtende wolk. Hoe moet je dat nou tekenen? Laten we maar zeggen voor het gemak lichtblauw. Die tweede kleur die we zien in Matteüs 17 is lichtblauw. Een lichtende wolk, zo vanuit het niets, onaangekondigd overdekte wolk, de mannen op de berg. Een beetje bijbelkenner weet, hé, dat is niet de eerste keer. In het Oude Testament staan talloze voorbeelden van een wolk waarmee de Heer zich omhult als hij zich op de aarde openbaart. Als Aaron zo die Israëlieten toespreekt, verschijnt de heerlijkheid van de Heer in een wolk. Als Mozes de Sinaï beklimt, bedekt een wolk de berg. De heerlijkheid van de Heer bleef op de berg Sinaï rusten. Als Mozes de tent binnengaat, daalt daar de wolk neer bij de ingang van de tent. En is het niet zo dat de wolk verschijnt tijdens de tocht van het volk Israël in de woestijn en toen Salomo de tempel zo ging inwijden? Nou, in het verlengde van deze oud-testamentische voorbeelden zien we Petrus, Johannes en Jacobus. Een lichtende wolk. Een lichtblauwe wolk die hen overschaduwt. Gemeente, dat wat hier op de berg gebeurt, kan u en jou ook overkomen. Och, het begon allemaal zo mooi, zo hoopgevend, hè? Die eerste kleur, stralend wit. Je bent in de kerk, je staat te vuur en vlam, veel goede voornemens. Volgende week hoop je belijdenis te gaan doen. Vol enthousiasme begin je aan een nieuwe periode. Maar toen kwam daar onaangekondigd een wolk die jou overschaduwde. Die witte kleur die verdween zo naar de achtergrond. Je stille tijd met God ging hoe langer hoe meer ging je verwaarlozen. Bidden lukte niet meer, Bijbel die bleef dicht. En voordat je het wist zat je in hetzelfde patroon als in 2023, om maar iets te noemen. Gemeente, u moet weten, ik ben zeker geen pessimist. Maar er zullen wolken komen die ons overschaduwen. Wolken die het witte licht zo naar de achtergrond doen laten verdwijnen. De schaduw van die wolk, die kunnen ons gaan beheersen. Dat je het gevoel hebt, hè, dat je constant in een schaduw leeft. Voorbeelden van zo'n wolkendek. Moet u maar eens met een Oekraïner gaan praten. Of een kind dat iedere dag op school gepest wordt. Of aan iemand die de rekeningen niet meer kan betalen. Vraag het eens aan een dak- en of thuisloze. Vraag het maar eens aan een boer die zeer onzeker is over zijn toekomst. Vraag het maar eens aan iemand die al zo lang depressief is. Al die mensen die ik nu opsom, die kunnen ons vertellen wat het betekent als je leven overschaduwd wordt door een wolkendek. En hoe zit het in jouw geestelijk leven, in uw geestelijk leven? Is het daar anders, hè? Van het ene op het andere moment kan een wolk je zo overschaduwen. Hè? Je leeft in duisternis, het witte licht is niet eens meer zichtbaar. Jezus is ver weg, je gebedsleven vertroebelt. Je valt weer in je oude zondepatroon. Je wordt geconfronteerd met je eigen ellende. Tuurlijk, je probeert nog wat houvast te vinden aan je godsdienstige leven. Maar tegen beter weten in. Je geestelijk leven, je geloofsleven belandt zo in de goot. Ik, ellendig mens, ik ben totaal overgeleverd aan mezelf. En natuurlijk zeggen we dat niet hardop. Dat zit niet in onze aard, zijn we te nuchter voor. Maar degene die oren heeft, die horen. Wacht eens. Wat hoorden die drie discipelen? Vanuit dat wolkendek klinkt een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Precies dezelfde woorden als bij de doop van de Heer Jezus. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Deze stemgemeente uit de wolk is geen vreemde stem. Het is de stem van de Heer. De Heer spreekt.
Gemeente, dat is zo hoopvol. Grijp u eraan vast. Zo troostrijk. De Heere laat niet los wat zijn hand begon. Als zijn kinderen overschaduwd worden door een wolkendek, van de een op de andere dag, dan laat hij ze niet aan hun lot over. Hij kijkt niet van een afstandje zo van, nou, kijk eens hoe het afloopt. Nee, de Heere laat ze niet spartelen. Te midden van die schaduw, te midden van die duistere wolk, spreekt de Heere met zijn stem. Richt hij alle aandacht op zijn geliefde zoon. Daar moet al het licht op vallen. Zijn enige geboren zoon, waar hij zelf vreugde, waar hij zelf welbehagen in heeft. Dus de Heere wijst altijd op Jezus. Jongens en meisjes, dat is toch ook het werk van de Heilige Geest. Je weet toch wat de Heilige Geest doet? Het is net een schijnwerper. Werpt al het licht op Jezus. Gemeente, als wij overschaduwd worden door een wolkendek, wellicht zit u er middenin. Als wij overschaduwd worden, dan worden we gewezen op de middelaar, Jezus Christus. Precies zoals hier op die hoge berg gebeurt. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen daarachteraan een appel, een opdracht. Had je het gelezen? Luister naar hem. De Heer spoort de drie discipelen dus aan om te luisteren naar hun meester, om gehoorzaam te zijn aan de geliefde zoon. Zou het niet een derde aansporing voor morgen kunnen zijn? Kijk, als je meeschrijft, heb je nu al drie aansporingen te pakken, toch? De derde is Jezus gehoorzamen. Doen wat hij vraagt. Naar hem luisteren, hem navolgen. Ja, maar hoe moet dat dan? Het klinkt zo vroom en zo mooi. Nou, luisteren naar de Heer Jezus, dat begint eenvoudigweg met, is moeilijk hoor, stil te zijn. Met zwijgen. Pak dan in die stilte zijn liefdesbrief voor jou, de Bijbel. Lees daarin, bestudeer het woord. Ik zou zeggen op vastgestelde tijden, met discipline. Werk met tandenpoetsen ook het beste. En dan hoor je zijn stem. Daar lees je zijn opdrachten. Luister naar hem. Nou, zoals die lichtblauwe kleur van het lichte wolkendek, nog steeds zichtbaar op de hoge berg. Die drie discipelen luisteren naar de stem van de Heere uit die wolk. Ze beseffen dat het niet zomaar een stem is. Hoezo niet? Nou, kijk dan eens naar hun reactie. Ze werpen zich met hun gezicht ter aarde. Ze worden zeer bevreesd en door een overweldigende vrees bevangen. Hevige angst, begrijpelijk. Begrijpelijk toch? Want de nabijheid en de heiligheid van God, dat leert je buigen. Dat maakt je klein. Een ontmoeting tussen de schepper en zijn schepsel. Tussen de soevereine God en de nietige mens. Tussen de heilige God en de onheilige mens. Dat doet je buigen. Kan niet anders. Dat doet je buigen. Dus de discipelen worden overvallen door angst. Hevige angst. Ze zijn zeer bevreesd. Het lijkt hier, jongens en meisjes, uit te lopen op een zwart scenario. Ik dacht dat we er net ook nog over zongen. Ik ga in zwart. Het begon zo stralend wit, hè? De Heer Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Maar nu, hè? Nu, die lichtblauwe wolk heeft hen overschaduwd. De heilige stem van de Heere. Ze kunnen niet anders dan zichzelf neerwerpen, hun ogen neerslaan. Het lijkt wel of we hier zo'n rouwadvertentie zien. Mogen de Heere de roepstem heiligen aan ons aller hart? Dat toch? Het lijkt net of de discipelen dood op de grond liggen. O, u zegt dus vers 6. Die derde kleur zal dan wel zwart zijn. Jongens en meisjes, we doen nog één vraag, de laatste. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood. Had niet verwacht, toch? Geen zwart, nee, geen zwart, maar rood. Hoe weet u dat? Kijk maar mee naar vers 7. Jezus komt bij de discipelen, hij raakt ze aan en hij zegt, sta op, wees niet bevreesd. Gemeente, dat is het evangelie in een notendop.
Die heerlijke boodschap nooit klein te krijgen. De genade druipt er vanaf. Hè? Daar waar de mensen overschaduwd worden door een wolkendek. Daar waar de mensen als dood op de grond liggen. Daar waar mensen van angst hun ellende, hun hoofd buigen. Daar is Jezus. Altijd weer op zoek om zondaren zalig te maken. Om het verlorene te zoeken. Om te trekken met koorden van liefde. Om zijn onvoorwaardelijke liefde royaal uit te delen. Dat is evangelie in de notendop. Dat is wat hier gebeurt. De drie discipelen, ach, ze weten niet waar ze het zoeken moeten. Ze liggen neergeworpen ter aarde. En de heilige roepstem van de Heere klinkt zo. Na in hun oren. Maar zie daar. Hun zaligmaker is nabij. De Heer Jezus wil ze oprichten. Sta op, wees niet bevreesd. U hoort hier regelrecht een echo uit Ezechiël 33. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich omkeert, zich bekeert van zijn weg en leeft. Dus de Heer Jezus komt hier op de berg naar zijn leerlingen toe om hen dit duidelijk te maken. Blijf nou niet dood op de grond liggen, maar keer je om en leef. Sta op en wees niet bevreesd. Weet u wat zo typerend is? Zo teder, zo liefdevol. De Heer Jezus zegt het niet daar op een afstand tegen die mannen. Hij zegt niet, dit en dat moeten jullie doen. Nee, zo'n afstandelijke God kennen wij niet. In vers 7 zien we dat het helsplan van de Heere echt weer in een notendop. In vers 7 zien we het evangelie voor ons. En Jezus kwam bij hen. Dus de Heere zond zijn zoon zo van boven naar beneden om deze wereld verloren in schuld te redden. Hij heeft deze wereld zo lief. Zegt u het maar nagedacht, u kent de navel van de Bijbel uit uw hoofd. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is wat hier gebeurt op die hoge berg. Jezus komt bij de discipelen die als dood op de grond liggen. Jezus komt bij hen om ze op te richten, om ze bij de hand te pakken en zo de juiste richting te wijzen. Op dat smalle pad achter hem aan. Nou, proef hier de liefdevolle uitnodiging klinken. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen. God is mens geworden, opdat u zult leven. Laat hem dan ook binnen in je leven. Laat hem binnen in uw doodse bestaan. Laat u zich door hem aanraken en vastklemmen. Sta op en wees niet bevreesd. Is het niet een vierde aansporing vanmorgen? Christus toelaten in uw leven. En niet bij hem vandaan blijven lopen, wat je van nature al deed. Niet voor hem weglopen, maar hem toelaten. Het godsgeschenk genadig aannemen, omarmen. Opdat Christus het voor het zeggen krijgt in jouw leven. Dominee, houdt u de tijd wel in de gaten? U zou die derde vraag toch nog beantwoorden? Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood. Waarom praat u daar niet over? Hoe zit het met die rode kleur? U zei zojuist dat vers 7 gekenmerkt werd door de kleur rood. Zowel die witte kleur als de lichtblauwe kleur die zijn naar de achtergrond verdwenen. Maar we zien hier in die laatste twee versen alleen nog maar de kleur rood. Kunt u daar dan iets over zeggen? Nou, u moet weten, de discipelen zien niets anders dan Jezus alleen. Daar gaat het om, daar draait het om, Jezus alleen. Maar waarom dan die kleur rood? Jongens en meisjes, dat weet jij. Deze drie discipelen zijn nog een keer een berg opgegaan met de Heer Jezus. Weet je nog waar dat was? Op de Olijfberg. Ze gingen met Jezus mee naar de hof van Gethsemane. Daar knielde Jezus neer om te bidden. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Tijdens dat gebed komt Jezus in zware zielenstrijd. Hij gaat steeds vuriger bidden en zijn zweet wordt zo groot als druppels bloed die op de aarde neervallen. Rode druppels. Dat is nog niet het laatste. Het gaat nog dieper. Zijn lijdensweg gaat nog verder, tot aan de hel toe. Want ook aan het kruis op Golgotha zien we de kleur rood. Als Jezus gemarteld en geslagen wordt, aan het kruis wordt genageld, dan zien we zo die druppels bloed vallen op de grond. Zijn wonden, zijn striemen, die rode druppels vallen van het kruis op de aardbodem. Jongens en meisjes, die derde kleur is inderdaad rood. Kijk, de discipelen wisten hier op deze berg nog niet dat hun meester zo zou moeten lijden. Hij had het 6 dagen geleden voor het eerst verteld. Toen zei hij, ik moet naar Jeruzalem gaan en veel lijden. Ik zal gedood worden en op de 3e dag zal ik opgewekt worden. Die 3 discipelen, ze wisten niet wat Jezus toen nog moest doormaken. Weet u het wel? Het is bijna Pasen. Weet jij het ook? Het staat uitgebreid opgetekend in de Bijbel. Als u mag geloven dat de Heer Jezus ook voor u deze lijdensweg is gegaan, och, dan kunt u vol vertrouwen de komende genadetijd tegemoet. Als u gelooft dat zijn kostbaar bloed vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden, oh, dan mag u hoopvol de komende periode ingaan. Als je het niet zeker weet, als je twijfelt of de Heer Jezus ook voor mijn zonden is gestorven, smeek dan in het gebed of de Heer je ogen wil openen. Vlucht in zijn armen. Hij wordt u vanmorgen om niet aangeboden. Niemand kan hier vanmorgen de kerk uitgaan en zeggen, het was niet voor mij. Je bent hier omdat de Heer jou hier naartoe heeft gestuurd. Smeek het hem of de Heilige Geest je versteende hart wil openbreken, opdat je zelf zult zien wat de discipelen hier op de berg zien. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Amen.